oude vrouwtje, die was, ja, die zag wel, je zag gewoon in haar gezicht dat ze zo gelukkig was. En als ze dan bijvoorbeeld een zinnetje zeiden, zat ze echt met zo'n oeh, zo'n gezicht. Ook al was ze niet zo goed te verstaan, het was toch wel leuk dat ze het toch wel probeerde om te doen. Ze moeten altijd lachen met mij en zo. Ik vond het volgens mij heel erg gezellig. Ik was heel erg blij dat ik er elke keer weer was. Ze had zo'n bus. En daarin had ze allemaal koekjes. En dan gaf ze me een koekje. En dan eet ze ook de hele tijd koekjes. Oh, heb je een overzicht? Ja, zo kan je een beetje lezen. Het zat zo woordenvol muziek. De bewoners raken me sowieso, maar de manier waarop ze dan reageren en kijken en meezingen, sommigen ook niet meezingen, maar gewoon de expressie in de gezichten ziet, ja, dat raakt me gewoon. En er zijn bewoners bij waar nog weinig interactie is, zeg maar. Maar muziek doet dan een hoop en dan reageren ze wel. Dat het allemaal zo goed ging met het zingen, het koor, hoe ja, de mensen, de bewoners daar, die meezongen en ja, de blijdschap en natuurlijk de solo rappen, dat vond ik natuurlijk ook gewoon echt geweldig. Met dat stukje dat iedereen ging klappen van toen het stukje van het rappen klaar was, vond ik echt, ja, gewoon echt leuk. Ik neem je mee, ga maar lekker zingen, oké? Nou, dat was het. Wauw. Ja, echt. Ze dacht namelijk dat een oog is. En zei ze, ja, dat oog is dan wel een beetje heel erg klein. En zij is er ook maar eentje. En dat is het beste wat je beter kan zien. Want hij zat voorbij die mooie zomer. Ze vindt het heel leuk om ja, in de spotlight of zo te staan. Ze weet niet dat dit een telefoon of zo is, maar ze wist wel dat dit haar opnam en dat zij zichzelf dan weer terug kon zien. Dat mis ik gewoon eigenlijk. Dat zou ik echt gewoon nog een keer willen doen eigenlijk. Het is echt zo leuk eigenlijk, vond ik het. Maar ja, het is echt leuk. Kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Het onverwacht gesprek doet.
kinderen die mega enthousiast zijn, die 's ochtends al niet meer te houden zijn en niet aan hun rekenwerk willen. Is er eens een beetje zon, zijn we klaar? Hield ik ook de hand vast bij het refrein en zo ging ze bewegen. Dit is iets wat de kinderen bij gaat blijven de rest van hun leven. Jong en oud, in combinatie met muziek, het is gewoon goud. De interactie tussen de kinderen en de bewoner. Ja, dat is waar je het voor doet. Doe nog één keer, allemaal.